Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Jultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, ik ben op vakantie geweest. En ik heb echt in mijn vakantie 0,0 bijna gefilmd. Ik heb wel gefilmd, dat wel. 3 minuten of zo. Ik wou nog een keer een intro opnemen. En ja, eigenlijk weer het Marvel-treintje filmen. Maar ik had echt de afgelopen week had ik geen inspiratie in mijn vakantie. Ik had elke keer als ik de camera beet wou pakken, dan had ik zoiets van ja, maar dat heb ik al 10 keer gefilmd. Ik heb al 10 keer gefilmd dat ik met mijn dikke hol in het bubbelbad zit. Dat ik door het park heen loop, dat ik het treintje neem, de omgeving. Ik heb het al zo vaak gefilmd en ik had zoiets van, nou, is dat eigenlijk wel, ja, is het eigenlijk wel wat? Nee. Ik vond het geen toegevoegde waarde om te filmen en ja, het kwam ook eigenlijk ook wel, aan de ene kant kwam het goed uit. Ik wou echt, wou ik een rustig weekje hebben waar ik een keertje niet hoefde te werken, waar ik niet hoefde te filmen, waar er geen druk achter stond. Ik heb gewoon echt alles op mijn gemakje gedaan, echt gewoon vakantie gevierd zoals ik dat al tijden niet meer gedaan had. Gewoon lekker op mijn gemakje, mijn eigen tempootje, niks hoef, alles mag. En ja, het is me prima bevallen. Echt prima bevallen. Ik ben er echt. Ik heb echt een hele leuke vakantie gehad. Heerlijk, lekker relaxed. Ik ga nog. Één ding ga ik nog vertellen. Dat is dat ik wat gekocht heb in mijn vakantie. Dat horen jullie in de volgende vlog. En ik wil nog even vertellen dat ik. Ja, ik heb ze ontmoet. Na 5 jaar GTA livestreams gedaan te hebben. Ja, is ze wel. De laatste tijd komt ze niet echt veel meer voor. Ja, een hele tijd terug heb ik bijna bekend elke livestream van GTA heb ik met haar gedaan. En dat is Esther. Esther, die heb ik ontmoet. Esther woont in, ja, vlak in de buurt van Marveld. Die woont in Aalten. En ja, we hadden zoiets van, joh, ik ben dan echt heel erg dicht in de buurt. Ja, zou het niet leuk zijn om elkaar een keer in het echt te zien? Het is al zo lang dat wij elkaar kennen. We kennen elkaar nu al 5 jaar al. En we hebben in die 5 jaar hebben we zoveel video's gemaakt van GTA. Zoveel lol beleefd in GTA. Ja, lijkt me wel echt ultiem om. Ja, elkaar een keer in het echt te zien. Nou, ze kwam toen gelijk met. Ja, dan moet je je moeder meenemen. Gaan we barbecuen? Dat hebben we gedaan. Ik heb echt een geweldige dag gehad. Ik wil Esther en Frank natuurlijk ook. Wil ik hartstikke bedanken voor de ontiegelijke gezellige avond. Ja, middagavond. Op een gegeven moment zei mijn moeder van, joh, zullen we gaan? En ik had echt zoiets van, nou, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om weg te gaan. Ik heb eigenlijk gewoon geen zin. Het is gewoon zo gezellig. En keek ik op de klok, toen was het al 8 uur al. Toen zijn we op een gegeven moment zijn we weggegaan. Maar ja, er komt nog zeker weten, komt er nog een herhaling aan. Ze komt nog een keer hierheen. We zouden nog een keer met z'n allen naar de Efteling gaan. Ja, lijkt me gewoon echt ontzettend geweldig, gezellig. Lijkt me echt tof. Het was echt een ontzettende leuke dag. Het klikte meteen. Ja, normaal klets je met elkaar, maar je weet natuurlijk niet hoe dat in het echt gaat of dat het dan ook zo een klik hebt. Nou, die klik die was er meteen. Het was zo ontzettend leuk. Ik heb echt een leuke dag gehad. En ik wil Esther en Frank daar nog steeds heel erg voor bedanken. Het was echt leuk. Heerlijk gebarbecued. Lekker gezellig gekletst. Het was echt een dag om nooit te vergeten. En ja, ik heb er geen spijt van. Het is echt een hele leuke dag geworden. Ja, voor de rest heb ik
Natuurlijk heerlijk in het bubbelbad weer gelegen. Heerlijk, ik heb het niet gefilmd. Ik ben wel een paar keer live geweest op Facebook en op Instagram. Maar ja, om dat daar weer te filmen, ja. Niet echt heel erg relevant. Ik heb volgens mij, zoals ik al vertelde aan het begin van de video. Ik had nog een heel klein stukje opgenomen. Toen gingen we naar het treintje toe. Kunnen jullie nu even zien. Een zwembad. Nou. Inmiddels een aardig wat bloemen en struiken neergezet. De laatste keer was het hier helemaal kaal. Hier de glijbaan. Daar gaat de glijbaan. Ja. Ja. Mooi hoor. Oh, hier de wildwaterbaan. We hebben de wildwaterbaan even filmen. Ja, ik heb al 6 keer gefilmd, maar goed. In ieder geval de wildwaterbaan. Nou, buiten zwembad, hè. Met de kinderboerderij. En hier de wildwaterbaan. Wild River. Ja, niet veel gefilmd. Ik had echt een rustig dagje vandaag. Of echt een rustig weekje. Geen zin om op veel te filmen, maar ik had echt niet zoveel zin in. Even de diertjes even filmen. Kijk eens. Oh. En geitjes. Geitjes. Hé. Hey. Man. Wie is het dan? Hé. Hey. Oh, daar komt hij. Nee. Dat wil ik niet. Even schouwen, daar zal ik ook heen. Ik ben vorig jaar ook geweest. En loop hem achter, ja. Hier is het buitenzwembad, hè. Met de Wild River. Ik zag het huisje, karretje zag ik al. Dus als het goed is, ja. Gaan we wel even kijken. De supermarkt. Met snackbar. Dus. Ja. Oh, en ja, dat was eigenlijk het enige. Dat is eigenlijk het enige beeldmateriaal wat ik opgenomen heb. Voor de rest heb ik echt gewoon helemaal niks gefilmd. Ik had echt totaal geen zin erin. Ik heb gewoon een heerlijke, lekkere, rustige vakantie gehad. En ja, het was gewoon super. Was het gewoon echt een hele leuke, rustige vakantie. Eigenlijk weer eens een keer gewoon een vakantie om uit te rusten. Normaal ben ik altijd in de vakantie ook nog eens een keer druk bezig met filmen, editen. Ja, dingen verzinnen om naartoe te gaan. Om daar weer een vlog van te maken. En nu heb ik gewoon even een weekje gewoon echt lekker voor mezelf gehad. Waarin ik lekker kon uitrusten. Lekker de dingen kon doen die ik wou doen zonder camera. En het is me prima bevallen. En ja, super gewoon. Gewoon echt super geweldig. Hele leuke vakantie gehad. Dat is eigenlijk het enige wat ik eigenlijk over kan vertellen. En de enige wat ik gefilmd heb, dat was dus dat stukje. Maar in ieder geval een hele leuke vakantie. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Dit was even een hele korte uitleg over mijn vakantie die ik gehad heb. En ja, ik zou zeggen jongens, vond je deze vlog leuk? Doe de duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer video's. Ik heb nog wat gekocht. Dat kan jullie in de volgende vlog zien. En ja, ik spreek jullie allemaal. Groetjes van deze kant. Tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi. Like, subscribe en abonneer. En vergeet het belletje niet. En een notificatiebelletje. Groetjes. Doei doei.